Ik ben natuurlijk verhuisd op een jonge leeftijd naar Amerika. Dat was wel een enge grote stap voor mij. Being from Europe gives him an advantage that he's a big fish in a little pond. But once he gets over here, he's with the rest of the big boys. You just have to, whoever works the hardest wins. Crazy, I can't imagine moving overseas to pursue something like this. It's awesome. Ik ga nu naar het WK in Mexico. Alle beste wakeboarders van de hele wereld komen daarheen. Ik wil zeker in de toekomst in de US blijven. Dat heb ik eigenlijk best wel bedacht al. It's definitely unique. I mean, all the hard work pay off, so it's fun to watch that.